morning! It's me! You recognize me? Because I don't recognize you. It's been a long time. Morning, ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie mijn haul. Wat een bescheiden stapeltje is. Laat me zeggen dat mijn wrap-up groter is dan mijn gekochte boeken. Dus dat gaat de goede kant op om deze twee kasten... Deze twee TBR-kasten weg te krijgen. Dat is een missie voor 2019. Ik heb jullie al heel lang niet gezien. Tenminste, ik ben al heel lang geen video meer geüpload. En ik had laatst een video. Volgens mij was dat ook een haul geüpload. Waarin ik zei van, hey, ik ben al een tijdje niet geweest. Maar ik ben nu terug. Toen was ik nog niet terug. Maar nu ben ik terug. Weer met 1 à 2 video's in de week. Sowieso elke zondag. En ik probeer zoveel mogelijk donderdagen te doen. Voor wie niet weet wat er aan de hand is geweest. Ik heb, ik denk, 5 maanden... soort van break gehad. In ieder geval heel weinig geüpload en een beetje. En niet meer consistent. En dat kwam heel erg door het verhuizen en de verbouwing. Sander en ik hebben een half jaar aan ons prachtige huisje verbouwd. Wat zwaarder was dan ik had verwacht om het te combineren, verbouwen, werken fulltime, vrijwel fulltime 4 dagen. En dan nog eens mijn eigen bedrijf en YouTube te hebben. Het was te veel. Dus het lukte niet allemaal. Maar het is klaar. Nog een paar afrondende fases. Maar goed, daar zijn jullie hier niet voor. Wel wil ik zeggen dat er zijn 2 verhuisvlogs en er komt een derde. En het eindresultaat van before en after film ik in een aparte video. Maar goed, gaat het niet om. We hebben vandaag boeken, 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 boeken. Allereerst heb ik 3 recensie-exemplaren gekregen. Ik heb in de vorige video gezegd dat ik minder recensie-exemplaren wil aanvragen. Dus ik heb er maar 2 aangevraagd en eentje random gekregen. Dus so far, so good. Het eerste boek wat ik dus zomaar had gekregen als recensie-exemplaar en niet aangevraagd had, maar ik ben er super blij mee, want ik wou hem heel graag lezen, is De Executie van Danielle Bakhuis. Dit is niet het vervolg, maar gewoon een tweede boek van Danielle Bakhuis. We kennen haar natuurlijk van De Eliminatie. Ik was bij Vos en van de Leer boekhandel, waarbij ik... volgens mij presenteerde ik die toen met Haley Barker. En daar was Danielle toen ook. En toen gaf zij ons een sneak peek over dit boek. En het was super spannend. Dus ze las een stukje voor en ik was meteen gegrepen. Ik weet niet zo goed waar het over gaat. Alleen dat het dus een soort van een live show is. Waarbij mensen dus geëxecuteerd worden. En wij volgen dus een meisje die zich daarin bevindt. En volgens mij moet het publiek dus kiezen wie er geëxecuteerd. Is dat een woord? Geëxecuteerd wordt. Het klonk gewoon zo spannend. 2048, ik hoop het niet. Ja, en de eliminatie was zo aangrijpend en zo vlot en zo messed up op een goede manier, zeg maar, dat je echt gewoon denkt van, oh, wat is dit? En dat gevoel heb ik hierbij weer erger, maar dan nog extremer en al veel meer gefocust op de maatschappij. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit boek. En Danielle is zo'n leuk mens. En ze schrijft gewoon heel tof. Dus ik wil het gewoon lezen. Dan heb ik hier een boek van een nieuwe uitgeverij. En daarom wou ik eigenlijk een boek van hun lezen. Omdat het een nieuwe uitgeverij is. Binnen Young Adult. Ze hebben 3 titels gelijk uitgebracht. Die allebei super tof klonken. Dus ik denk, hey, ik ga er een van hun lezen. En dat is namelijk Imagine. Of Imagen. Imagine. Maar ik zeg het Imagine op zijn Engels. Maar in het Nederlands is het Imagen, denk ik. Ik weet niet hoe ze willen dat ik het uitspreek. Maar in ieder geval, dat is De Laatste Ster van Alexandra Monier. Dit is een sci-fi verhaal. Volgens mij gaat het over 6 mensen die dus de aarde moeten gaan bevolken. Worden van de 24 slimste tieners ter wereld geselecteerd om 1 van de 6 plekken te bemachtigen om het ruimteschip naar Europa, de maan van Jupiter. En daar gaan ze nieuwe kolonies stichten. Dat deed me een beetje denken aan Phobos, maar dan zonder dat spelelement. Ik hou gewoon tegenwoordig, ik ben zo in sci-fi momenteel. Ik lees ze niet, maar koop ze wel omdat ik heel erg graag het wil lezen. Klinkt stom, I don't know. Je ziet het ook in deze, er zit heel veel sci-fi in deze haul. En het laatste boek dat ik heb gekregen als een recensie-exemplaar heb ik heel lang geleden al aangevraagd. Voordat ik besloot minder recensie-exemplaren aan te vragen. Dus vandaar dat hij ook een beetje als een verrassing in de bus kwam. Maar ik ben wel super enthousiast en dat is Riverdale. Hoe het allemaal begon. De prequel door Nicole Osto. Dit is dus het verhaal eigenlijk wat er vooraf ging aan de Riverdale serie op Netflix. Volgens mij gaat het heel veel over Jason ook. Ja, Jason Blossom. Ik was heel erg fan van Riverdale. Hoe het de laatste tijd loopt vind ik iets minder. Ik heb het de laatste paar seizoenen ook niet meer gezien. Ik wil nog wel kijken, maar ik was vooral heel erg dol op het begin. Dus daarom dacht ik dat... dit boek ook wel heel leuk zou zijn. En het is zo pretty. I love it. Dan, het eerste boek dat ik zelf gekocht heb is De Schaduw van de Wind van Carlos Ruiz Zafón. Oh, ik kan het echt niet uitspreken.
Dit is zo erg. Ik heb dit boek geluisterd voor de online bibliotheek. Misschien hebben jullie het wel voorbij zien komen. Ik heb filmpjes voor hun opgenomen. En voor een van deze filmpjes heb ik dus dit boek gelezen. Wat een super mooie kans was. Omdat ik dit boek al zo lang wou lezen. Sinds ik denk ik 15 ben. Maar toen ik 15 was vond ik dit best wel imponerend. Het is gewoon een heel bekend literatuurverhaal. En ik wil graag een beetje beginnen met de klassiekers te kennen. En ik ben gewoon super triest. Omdat ik het een super leuk luisterboek vond. En ik heb hem gelezen, dan wil ik hem ook als fysiek boek hebben. Dus heb ik hem gekocht. En hij was maar 8 euro. Maar ik ben gewoon een beetje triest. Toen was ik heel lang geleden bij de Macro. En daar hebben ze ook vaak boeken liggen. Voor heel goekoop. 3,25 euro of 3,75. Super cheap. En daar lagen dus deze twee. Normaal ligt er niet zoveel leuks. Maar deze twee vond ik wel echt heel tof. De eerste is De IJzeren Geest. Van Jen Williams. Dit is schijnbaar een heel goed fantasy verhaal over draken. Het tijdperk van de nieuwe magiërs aangebroken. Ik weet nu al niet meer waar het over ging. Maar het is dus een well-loved fantasy serie. Hij krijgt ook op Goodreads echt 3,5 of bijna 4 ster. En hij klonk gewoon super tof. En ik vind het echt een hele mooie boek voor 3,75. En in het kader van ik wil hidden gems ontdekken en gewoon wat meer boeken lezen die niet zo bekend zijn, dacht ik daar sluit deze wel mooi bij. En hij is van Leiding Zuidhof. En die heeft altijd goede fantasy. En ik, zoals ik al zei, ik heb veel sci-fi boeken. Heb ik ook Artemis gekocht. Van Andy Weir. Hij is ook de schrijver van The Martian. Waar ik altijd geïnteresseerd in ben geweest. Omdat ik de film heel leuk vond. En iedereen zegt dat het boek ook heel leuk is. Maar het voelt een beetje, ik weet niet. Ik heb nooit heel erg aanvechting gehad om The Martian te lezen. Omdat ik het idee heb dat het precies hetzelfde is als de film. Dus ik dacht, dan lees ik zijn andere boek. Want iedereen is gewoon heel lovend over hem en zijn schrijfstijl. Dit gaat ook over een wereld waarin aarde dus is vergaan. En volgens mij leven ze op de maan. Ja, kolonisten woont in Artemis. Ja, de enige stad op de maan. En dat vind ik gewoon heel interessant, zeg maar, dat de wereld is vergaan en hoe dan. Omdat het iets is waar het best kan zijn dat we heen gaan. Dus vandaar vind ik het interessant. So, that's why, super cheap. I like it. En dit vind ik echt een mooi boek. I don't know why. It's appealing to me. Starflight. Hey, sci-fi. Van Melissa Landers. Zij is ook de auteur van Alienated, volgens mij, serie. Serie die ik ook altijd, ja, Alienated, ook altijd in geïnteresseerd ben geweest. En dit gaat gewoon over een meisje die reist door de galaxy. Volgens mij. Hij is super dun en so pretty. En ik heb er altijd wel goede dingen over gehoord. Ik weet niet, ik ben gewoon altijd heel erg geïnteresseerd geweest in dit verhaal en in de andere boeken van Melissa Landers. Maar die zie ik nooit. En deze zie ik ook online. Is hij altijd heel duur. Dus ik dacht perfect. Nu was hij nog geen 10 euro. Dus ik dacht leuk. I like it. I want to know what it's about. En ik heb dit pareltje gevonden. Eigenlijk had Brie hem gevonden. En ik vond hem zo tof. Ik wil deze al heel lang hebben. En precies deze editie. En dat is Frankenstein van Mary Shelley. Ik wil graag deze edities. Deze zijn, ja, volgens mij is het niet echt leer, maar het voelt als leer. Het ruikt wel naar echt leer. Maar het zijn echt van die hele mooie edities. En zeker die van Frankenstein. En die van Dracula, volgens mij. Die zijn ook zo eerie en het past er zo perfect bij. Dus het liefst heb ik al deze edities. Ik weet niet welke editie het is trouwens. Ja, Barnes & Noble. Gewoon een Barnes & Noble editie. En deze was 8 euro. Misschien 12,50. I don't know. Maar normaal is hij echt in de 20 euro. En ik vond hem zo tof. Dus het liefst heb ik al die Amerikaanse literatuur bekende titels, zeg maar, in deze editie. Want dit vind ik gewoon echt de tofste editie. En zeker voor Frankenstein en Dracula. En die Jekyll and Hyde. En die duistere Coltic-achtige boeken. Dus deze. Ik ben hier zo blij mee. I love it. So much. En de binnenkant ook. Oh, ik vind het. Hij heeft zelfs rode edges. Dit is zo, oh, I love it. Just so gek. Hoe je zo erg kan houden van het visual aesthetic van een boek. I don't know. En in super goede conditie. Dan heb ik hier een monstrosity van een boek. En dat is Sleeping Beauties van Stephen King. Ook deze heb ik al best wel een tijdje geleden geluisterd op luisterboek. Volgens mij heb ik hem toen ook al behandeld. Had ik hem nog niet gekocht en nu was hij heel goedkoop bij Bol. Hij was 18 euro, terwijl hij normaal 22 euro is. En ik wou per se deze editie hebben, omdat ik deze zo tof vond. Omdat hier op staat waar het in het boek ook over gaat. Ja, I love it so much. Hieronder niet zo boeiend. Just blue. En dan het laatste boek dat ik hier heb is weer een sci-fi boek. Eentje die ik al heel lang heel graag wil hebben. En toen was hij
13 euro op bol.com. En toen heb ik hem niet gekocht, want ik mocht geen boek kopen. En toen was hij heel duur weer. En nu was hij weer 13 euro en ik heb hem meteen gekocht. Want ik heb recent iets gelezen van deze auteur en ik ben echt fan van hem. En dat is Illuminae van J. Kristoff en Amy Kaufman. Dit is zo'n mooi boek. Aan de buitenkant, aan de binnenkant, everything. Ik wil deze al zo lang. Ik ben hier al zo lang naar benieuwd naar. Het is een trilogie. Hij is nu ten einde. En dit gaat over een jongen en een meisje die vastzit in de ruimte op een ander ruimteschip. En wij volgen hun verhaal gedurende verschillende formatten, berichten naar elkaar. Ik denk videochats, bestanden. En op die manier leren wij waarom ze in de ruimte zijn, wat er aan de hand is. Het is helemaal niet goed ook volgens mij. Ik hield van Nimmernacht van J. Kristoff en zijn hele schrijfstijl. En ik wil deze beauty al zo lang. Dus ik denk ik doe het gewoon. En ik heb zo'n zin om deze te lezen en ik denk dat ik hier meteen dit weekend aan beginnen, want je het ook best wel snel uit met al die scripts. En dan moet ik de rest van de serie hebben. Het was door Sleeping Giants dat ik zo into sci-fi nu ben. Dat was het dan voor deze video. Zoals altijd, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Abonneer als je meer wilt zien. Linkjes naar deze boeken en mijn socials staan in de beschrijving. En laat weten wat jullie recent hebben gekocht. Of dat jullie een van deze boeken ook hebben of heel graag willen hebben. En ja, ik zie jullie heel snel weer. Doei! Nu moet ik dus een thumbnail weer opnemen. Altijd zo leuk met een hele grote stapel boeken. Nee, ze liggen ook allemaal anders zo. Dit gaat nooit allemaal lukken zo.